bedoel ik nou? Je kan nergens meer gewoon naar binnen. Bij de highlights van Parijs. Overal detectiepoortjes, veiligheidscontrole. En dat is natuurlijk ook goed, hè? Place du Tertre, zwaar bewapende politie met, in mijn ogen, mitrailleurs. Doodeng. En waar sta ik nu weer, dames en heren? Daarvoor moet ik mij omdraaien. En dan zien jullie het. Op het terras, halverwege de trappen naar de Sacré-Cœur, Parijs. Ik herinner me dit als een heel rustig park, waar de au pairs, de kinderen van Franse gezinnen, uitlieten wil ik bijna zeggen, met de kindertjes gingen wandelen, de au pairs. Maar ook hier is het druk, maar wel aangenaam druk. Midden in Parijs, je hoort het autogeraas. Dit pareltje.